De nieuwe reeks van Ik Vertrek is dinsdagavond goed begonnen. Ruim 2 miljoen mensen stemden af op de eerste aflevering, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Tekst gaat verder onder advertentie. In de uitzending werden huisschilder Carlos en taxichauffeur Colinda gevolgd. Het koppel vertrok uit Breda om in de Spaanse badplaats Belregaart in bed en breakfast te beginnen. Ik Vertrek, dat op meteen wordt uitgezonden, was dinsdag het op een na best bekeken programma van de dag. Alleen het NOS-journaal van 20 uur scoorde meer kijkers, bijna 2,7 miljoen. Buzzelets blok ADS.